Goedendag, vandaag zijn we in de Bolder. In de Bolder is een evenement georganiseerd door Kerkplein Waterland. En dat heet Zangers Eten. En naast mij staat de kok, Peter Rams. Peter, wat ga jij maken voor deze mensen? Rien kwam naar me toe en die zei, we hebben een maaltijd, een zangersmaaltijd. Wil je wat bedenken wat makkelijk is en wat makkelijk te serveren, uit te serveren is. Dus ik heb gekozen voor een antipasta. En daar hebben we gekozen voor... Lopen we even mee? Dan hebben we schaaltjes met allerlei soorten salamis. Ziet er goed uit. Vier soorten salamis. En dan hebben we nog een beetje olijfolie, roomkaas met pepperjuice en roomkaas met bieslook. Dan hebben we nog een schaaltje met goede olijfolie, met verse zeezout. En waar ze dan spotbrood in kunnen dopen en dan gewoon eten. Als hoofdgerechtje doen we coq au vin, heb ik gemaakt. En coq au vin is kip in de wijn. Het staat van vanmorgen eigenlijk al op. We hebben coq au vin gekozen omdat we dat een zangersmaaltijd hebben. En dan zeg je van gewoon lekker met z'n allen gezellig aan tafel zitten. En dan gaan we met z'n allen zelf opscheppen en dan... hebben we dus coq au vin en dan doen we dan grof brood, heb ik daar liggen. En dan snijden we een hompen en dan gaan ze gewoon opzeppen en dan lekker met in de saus dopen en dan eten. Mensen, jammer dat het geen geurtelevisie is, maar het ruikt lekker. Echt heerlijk. En als toetje hebben we eigenlijk, dan heb ik zo'n aardbeienkoelie gemaakt. Dus een aardbeiensaus. En dan doe ik over de bodem heen, doen we daar een laagje vanilleslagroom en kletskop zetten we er bovenop. Dus dat is eigenlijk wat we eten vandaag. Het klinkt heel erg goed. Bent u al lang kok? Nee, ik ben eigenlijk een hobbykop. Ik zit in de verpleging en ik werk bij de thuiszorg, een Purmerend. En wat ik heel veel doe is, vroeger gaf ik ook nog kookcursussen, Thais, Indisch, sushi workshops. En bij de Bolder doe ik dan als vrijwilliger, doe ik dan gewoon wel eens koken, geven. Vroeger gaf ik ook wel cursussen hier in de Bolder. Maar ik vind het ook wel gewoon leuk om te helpen met allerlei activiteiten wat er te doen is. Dus dat is eigenlijk wat ik als hobby. Nou, ik wens je heel veel plezier en heel veel succes met het diner. Ja, dankjewel. Graag gedaan en nog een fijne avond. Oké, dankjewel. Naast mij staat Gerarda Bloem, dirigent van meerdere koren hier in Waterland. Gerarda, jij bent natuurlijk ook aanwezig vanavond. Wat is jouw rol in dit geheel? Ik ga straks na het eten, dan komen er nog meer mensen zingen. Dan gaan we gewoon gezellig samen wat meerstemmige stukken rond de kersttijd zingen. En zijn dat stukken die van tevoren al zijn vastgesteld en waar de koren van af weten? Of is dit echt improvisatie met z'n allen en gewoon leuk zingen? Het is improvisatie. Ik heb ze wel uit mappen van verschillende koren geplukt. Dus sommige komen iets bekends tegen. Maar voor de meeste is het gewoon een verrassing. En zien we wel wat er gebeurt. En zijn ook alleen maar mensen hier die eigenlijk allemaal in koren zitten? Zover als ik het nu zie wel. Komen ze allemaal wel uit verschillende, maar komen ze allemaal uit koren. En welke koren zit u allemaal? Kunt u me dat vertellen? Ik zit bij het Zuiderzeekoor. Bij het gemengd koorbroek in Waterland. En bij de koren van de katholieke kerk. Want ik heb u regelmatig zien optreden. Ook bij Sinterklaas was u weer, hè? Ja, en met het kinderkoor van de katholieke kerk. Dan warmen we de boel een beetje op. Dus ik wens je heel veel plezier vanavond. Dankjewel. En ik hoop dat het een groot succes wordt en dat het op een herhaling mag komen. Het ook het Marker Mannenkoor komt ook en die geven nog een extra optreden. Dus ik verwacht er heel veel van. Geweldig.
geweldig. Bent u daar ook dirigent van of is daar een andere dirigent? Dat is een andere dirigent. Ja. Het zou wel leuk zijn, de enige vrouw voor al die mannen. Die mannen, wel gezellig. Ja, naast mij zit Rieks Hogekamp van Kerkplein Waterland. Rieks, hoe smaakt het als eerste? Nou, ik heb mijn mond vol, dus ik durf daar weinig over te zeggen, maar het is wel erg lekker. Ja, het ziet er ook heel goed uit. Ja, het is met lust en gratie is het gecomponeerd, het eten. En is dit nou voor een bas of voor een tenor of voor een sopraan? Of dit is functioneert algemeen iedereen? Zangersvoer. Algemeen zangers. Een zuidelijke tint, want volgens mij een gorizo, dus het is een beetje het ruigere operawerk is het voor, dus, denk ik. Nou ja, goed, straks ruikt iedereen daarna, dus ja. dat scheelt. Ja, daar komen we nog wel uit, ja. Normaal bent u zeer actief in Zuiderwoude, bij de protestantse gemeenschap van Waterland. Ja. En dat is in Zuiderwoude. Ja. Nog meerdere locaties in Waterland? Of is het voornamelijk in Zuiderwoude? Nou, de protestantse gemeente die zit overal, zeg maar in Monnikendam en in Waterland. Dus we werken veel samen. Dus dat kerkplein, dat is eigenlijk de presentatie van de kerken. Overigens ook de katholieke kerk van Monnikendam. In het, wat zich naar buiten, cultureel en een beetje inhoudelijke kant. En daar kan iedereen aan deelnemen. Die hebben dus een heel uitgebreid programma elke maand. En dit is een onderdeel daarvan. Ja, want hoe bent u bij dit initiatief gekomen? Nou, omdat ik altijd medelijden heb met al die zangers die zo hard moeten zingen in december. Je moet altijd vreselijke stukken zingen, dat we eindeloos hoeven, dat weet ik wat allemaal. En dit is eigenlijk een soort divertissimento-avond. Je hoeft niks te doen. Ga gewoon zitten te eten en we zingen wat voor Vaderland weg en nemen het niet al te serieus. En volgende week, dan moeten ze er helemaal tegenaan en worden ze afgebeuld door die dirigenten en weet ik wat allemaal. Ja, want dan komen natuurlijk alle kerstzangen en alle kerkdiensten weer voorbij. Dat moet ook gebeuren hoor, maar dit ook. Ja, ik vind het een heel mooi initiatief. U bent een van de organisatoren van dit initiatief. Zijn hier al meerdere varianten van gepland? Of staan hier al meerdere varianten van gepland? Nou, dit is meer wat je noemt. Hoe zal ik het zeggen? Nee, eigenlijk niet. Het is de eerste keer. Nou, een heleboel mensen vinden het blijkbaar leuk. En die spreekt dat wel aan. En het eten met elkaar is ook altijd wel wat. Zingen in de zaal straks van de Bolder. Ik moet zeggen, de Bolder is ook erg makkelijk. Als die er niet was, dan was het een stuk moeilijker wezen. Die zit ook niet te zeuren, dat kan ook van alles. Ja, het is een mooie ruimte voor een grote groep mensen. Voor ontzettend goed. Hè? Ja, dus ja. Dat is heel mooi gedaan. Ja. En Peter van Ars is de kok in dit geheel. Die hebben we net geïnterviewd. Ja. Waarom heeft u hem benaderd? Nou, dat is gewoon eigen belang. Want die man kan goed koken, dus er wordt fatsoenlijk gekookt. Nee, maar hij is ook aardig en maakt geen ruzie met de helpers enzovoort. Dus die heeft allerlei dingen waardoor het een stuk makkelijker en leuker is. En hij kan het ook goed. En het is allemaal bijna liefdewerk oud papier hoor. Dus, ja. Maar hij doet het met enthousiasme en kunde, dus waar vind je dat nou, hè, die keuze? Ja. Zeer weinig nog. En u zingt zelf ook een aardig toontje mee? Nee hoor, dat is een beetje geweest langzaam de hand. Ja. Het is meer sergeant-major werk van het temmen is dat. Hè? Dus je moet over alle lawaai heen schreeuwen, wordt het niet goed voor je stem hoor. Maar vooruit dan maar, dat moet dan maar een keertje. Hè? Nou, ik ga u verder niet lastigvallen. Ik laat u lekker verder eten en heel veel genieten vanavond. Van dit mooie initiatief. Dat hoop ik. En we hopen volgend jaar hier weer bij mogen aanwezig te zijn. Wie weet, ja. Dank u wel. Ja. Fijne avond nog. Oké, daar.